Nederland, oh Nederland, we zijn geen kampioen. Ja, wat een drama. Het is nou 2 dagen daarna. Ik heb besloten om dat ik er 1 dag geïrriteerd over kan zijn. En nu dus niet meer. Maar het was, was een leuk spektakel. Ik was naar een café gegaan in Liberty Village, in het westen van de stad. En daar was een biertent opgezet en het café zelf is heel klein. En ze hadden voor de halve finale Nederland-Uruguay hadden ze al een mannetje of 1000 daar. Allemaal Nederlandse supporters. Dus ik dacht, nou, voor die finale ga ik daar naartoe, dat vind ik wel gaaf. En nou, die wedstrijd begon natuurlijk om 2:30 hier. Dus ik denk, nou, als ik op 12:00 ben, dan ben ik wel redelijk vroeg, dan komt het wel goed. Nou, ik kwam eraan om 12:00 en er stond een rij vanaf dat café de straat in, de hoek om, richting het volgende blok zelf stond die rij. Dat was waanzinnig. Allemaal om die biertent in te komen, want het café zat al vol. Nou, ik zag dat niet helemaal zitten, dus ik had wat nieuwe vrienden gemaakt. En die stonden wat meer vooraan in de rij, dus dat was mazzel. Dus ik stond naast mensen die er al om 10:30 ochtends waren. Dus daar had ik geluk mee, en vrienden van mij ook, want die kwamen later en die kwamen allemaal bij mij aansluiten. Dus die waren erg blij bij mij ook. Nou ja, fijn, uiteindelijk die biertent in. En het was heel gezellig. Ik heb ook wat foto's gemaakt, geen video. Ik was te veel bezig met die wedstrijd om dat soort dingen te doen. Maar wel leuk hoor, om te zien dat, dat er zoveel oranje support is buiten Nederland toch ook. Het viel me in de straat ook wel op, ook op auto's en zo, die vlaggetjes. Toen het eenmaal richting de finale ging, de finale bekend was, zag je eigenlijk bijna alleen maar een Nederlandse vlag. Dus we spaasden echt vrijwel niet. Dat verbaasde me eigenlijk wel. Ja, er zitten hier ook wel behoorlijk wat Spanjaarden, maar ja, het is bijna alleen maar Nederlands support. De sfeer was super. Totdat Spanje scoorde natuurlijk. Toen werd het wat minder. Iedereen schreeuwde nog een buitenspel. En toen die scheids dan naar de grensrechter toe liep, toen werd het nog erger. Iedereen, ja, hij gaat het afkeuren. Maar nee hoor, hij ging het niet afkeuren. Helaas. Het mocht niet zo zijn. Dus toen dropen we allen af. En ik geloof dat iedereen bijna wel unaniem zat te zeiken op de scheidsrechter en de duikelende Spanjaarden. Want ze hebben hier in Canada, nou, ik denk overal op de wereld wel, maar hier valt het me heel erg op. Ontzettende hekel aan die duikelende voetballers. Die bij iedereen, als ze de adem in de nek voelen van een tegenstander, gaan ze al liggen. Zoals een Iniesta bijvoorbeeld. Echt verschrikkelijk. Ik persoonlijk ook kan er echt, ik vind Robben ook, denk ik, jongen, zoveel talent. En je gaat overal maar voor liggen. En dan denk ik, jongen, ga nou op man. Was die maar gaan liggen toen Puyol achter hem liep. Dan had Puyol rood gekregen. Nu in dit geval ging hij niet liggen, ging hij voor het doelpunt en was het niks. En ja, zo werkt het blijkbaar bij de FIFA. Die van tevoren zeiden, we gaan hard optreden tegen dat vallende mensen. Nou, dat doen ze dus niet. In dat gevalletje Robben wint dus de verdediger die overtreding maakt. Terwijl als Robben was gaan duikelen, had hij waarschijnlijk rood gekregen. Heel apart. Maar hier, ze zijn natuurlijk, nou, zijn er ontzettend veel mensen die aan voetbal doen, maar het zit niet zo heel erg in de cultuur van de fans, zeg maar. Ze zijn hier toch meer gewend aan de wat meer scorende sporten en wat hardere sporten. Dus nou ja, ze kunnen hier, veel mensen kunnen niet. Kunnen niet waarderen dat er bijvoorbeeld heel tactisch gespeeld wordt of dat er veel op het middenveld gebeurt en kunnen de kleine dingen niet waarderen. Het gaat vooral om doelpunten, schoten op doel, dat soort dingen. Dus als er niet veel gebeurt,
dan is er bij voorbaat al niks aan. Ja, dan kun je er wel duidelijk een verschil zien. En ja, met dat vallen natuurlijk, dat is helemaal erg. Als jij ijshockey gewend bent, waar ze elkaar de koppen inslaan zo'n beetje. En je ziet zo'n voetballer, hè, een Iniesta of nou ja, het halve Spaanse team. Of ook zo erg, Luis Fabiano van Brazilië. Die zie je dan vallen en dan doorrollen en dan met ze, dat is de nieuwe trend volgens mij, met de hand op het veld slaan. Zo van, oh, ik heb zoveel pijn. En dan kijken ze naar die scheidsrechter, zien ze stiekem kijken, die, ja, die gele kaart komt eraan, nou, dan kunnen we weer verder lopen. Ja, daar worden mensen hier helemaal scheidsziek van, joh. Dan zie je de herhaling. Dan zie je dus in de herhaling dat die gozer helemaal niet geraakt wordt. Nou, dan hoor je iedereen schreeuwen, joh. De frustratie was groot toen, hoe heet die gozer van Nederland, rood kreeg. Heitinga. En toen de herhaling kwam met die gozer, die werd gewoon helemaal niet geraakt. Die vloog gewoon maar weer door de lucht heen. Nou, iedereen was aan het schreeuwen en aan het schelden op die gozer. En daarna, 5 minuten later, duurt hij het nog een keer met die... God, ik ben al die namen nou kwijt. Die rechtsback van Nederland, van Ajax, van de Wiel. En dat deed precies hetzelfde, die kreeg ook een gele kaart. Nou joh, dan werd iedereen helemaal gek. Ik ken ze helemaal niet tegen hier. Dus dat is ook hetgene waar de niet-fans van voetbal altijd over beginnen. Die zeggen altijd van, zielige gasten die allemaal maar lopen te duikelen. En het lijkt er helemaal nergens op. Dan zeg ik ook, ja, dat is wel zo. En dat is echt, ik vind het ook echt de grootste ziekte in dit hele spel. Maar ja, wat doe je eraan? Voor de rest is het spelletje toch wel heel mooi. En ik denk dat... ik heb heel veel scheidsrechters dit WK gezien dat ze dat vallen herkenden als dat het cheating was, hoe noem je dat. Maar dan vervolgens zeiden ze gewoon, sta maar op, hey, loop maar door. En dan denk ik, ja, zo los je het niet op hoor. Als jij ziet dat dat een duikeling is, dan moet je gewoon geel trekken. Anders dan kappen ze er nooit mee. Of na de wedstrijd videobeelden. Gewoon gozer schorsen. Maar ja, hè, als ze dat dit WK gedaan hadden, dan had Spanje denk ik met 6 man op het veld gestaan. Tegen de 9 van Nederland. Want ik denk toch dat de Jong ook best wel rood had mogen krijgen. Had het vast niet zo bedoeld, maar... En nou ja, er waren nog wel een paar incidentjes dat ik dacht van, moah, dat had erger kunnen zijn. Maar goed, gelukkig was de scheidsrechter niet zo heel consequent in dat geval. Echt een drama die man, maar goed. Anyway, buiten dat ga ik volgende week naar Halifax. Even vriend Chris bezoeken, daar heb ik enorm veel zin in. Lekker er even ertussenuit. Het is, ja, werk gaat wel redelijk, maar ja, wow. Het is met horten en stoten. En ik moet zeggen dat ik wel even uit het dagelijkse ritme wil. Even lekker even weg. Ja, het weer is hier al tijden geweldig. Het is nu 's ochtends 9:30, 26 graden. Het is alleen wel... behoorlijk, hoe zeg je dat? Humid, ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Dus dat betekent dat het wel wat warmer aanvoelt. We zitten hier steeds wel over de 30. Vorige week hadden we een basistemperatuur van 32 en dan was het met de humidity was het gevoelstemperatuur van 43. Dat is wel warm! Begint ik iedereen te zeiken. Ja jongens, wat wil je nou? Dit nou liever of kou en regen? Maar ja, anyway. Dat was het weer. Voor de rest, niet zo heel veel spannends te melden. Ik leef hier mijn leventje. En dat is ook de reden dat mijn blog niet zo heel spannend meer is. Niet zo heel veel meer schrijf. Want ja, voor mij is het allemaal dagelijkse dingen. En heb ik niet het gevoel dat iemand daarop zit te wachten. Het is allemaal niet zo spannend. Dus ik geef ze nu nog een update, zoals nu.
En ja, als iemand iets meer wil weten, dan hoor ik het graag. Daar.